Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie kijken. Goedemorgen. Mensen, ik ben in Griekenland. Moving like the speed of sound. Zo mooi, zo mooi. Ik ga vandaag een 10.000 calorieën challenge doen in het buitenland. Dat is voor mij echt wel een hele grote nieuwe challenge. En ik begin hiermee. Dan zou je afvragen, Koen, waarom begin je met een Nature Valley Crunchy Oats & Honey? Nou, dat is het enige wat we hier in het huisje hebben. En straks ga ik ontbijt, ga ik heel veel eten, maar ik begin hiermee. Fijn, dat is een sterfstel. Scherpstel. 190 calorieën. 190 calorieën. Nou, dat is best wel veel voor zo'n eerste reep. Kom nu achter dat er twee zijn. Ja, dat is toch wel even niet zo lekker wakker worden. Wel gewoon lekker. Dit had echt een hele lange dag gehoord. Zoals jullie weten, mag ik natuurlijk geen drinken, want drinken telt niet. Dus ik moet drinken hebben met 0 calorieën. En dan weten jullie natuurlijk al wat ik ga zeggen. Bam, Airup. Deze video wordt gesponsord door een nieuwe fles van Airup, de stalen fles. En dat is bijzonder, want deze is en staal. Dat dus. En daardoor blijft je water veel langer koud, wat je erin doet. Kijk, ik heb 10 jaar geleden water in gedaan. Nog steeds koud. Nee, oké, 10 jaar is misschien wat lang, maar het blijft wel veel langer koud. Ik heb een nieuwe smaak. Ik heb, in ieder geval nieuw voor mij. Ik heb citroen basilicum en hij is echt lekker. Hij is echt heel fris. En aangezien het hier nogal warm is en zwaar vertoeven, dacht ik van, weet je, ik pomp die er een keer op. Hoe het werkt, je hebt een pot en een pot is zeg maar dit mooie witte ronde ding. En je drukt je op de fles en wanneer je hem zeg maar indrukt, maar is hij zeg maar niet geactiveerd. Dus dan drink je gewoon 100% water. En als je zo doet, zo, als je de pot omhoog trekt, wop, dan activeer je hem, dan drink je nog steeds 100% water. Alleen ruikt het naar basilicum en citroen, waardoor je hersenen denken van, oh, ik drink een lekker drankje met basilicum en citroen. Nee. Oh, het is echt heerlijk lekker fris. Trouwens, redelijk unieke beelden. Ik lig in een korte broek. Dat heb ik nooit. Moet je zien trouwens. Oh, zie je die wond? Dit is echt een mooi verhaal. Voor de mensen die de Pimpas Roulette video hebben gezien, die hebben natuurlijk gezien dat ik een zieke nieuwe outfit kreeg. Samen met een Balenciaga jas en met een zieke mooie broek. Een broek van Dior, die kostte 1400 euro. Ja, idioot duur. Echt veel te duur. Slaat nergens op. Dus ik heb die broek de eerste dag aan. En ik moet even fietsen om even nog wat uit mijn auto te pakken. En het is 4 uur 's nachts, want ik ging vliegen naar hier naartoe. Ik heb die broek aan, ik fiets. Nou, ik heb zo'n te gekke elektrische fiets, die hebben jullie ook gezien. Nou, en het is glad. En ik ga toch op mijn mijl niet normaal. Moet je kijken. Dit is die broek, hè? Jongen, wat een kwaliteit. Dit is gewoon een gat. Gewoon een dik gat. Daar zit nog een gat. En hier aan de andere, wat ik wilde zeggen, mouw, maar dit is een pijp. Is dit helemaal. Een enorme schaaf. Oh. Echt, als die gasten dit ooit zien, dan vermoorden ze me. Dus ik ga het ook niet tegen ze vertellen. Ik hoop gewoon dat ze mijn video's niet kijken. Ik heb mijn laatste app in mijn mond. Hij heeft op. Ik kan hier naar binnen. Zo mooi. Tijd om te ontbijten. Die hele taart is van mij. Welkom mensen bij een nieuwe taartreview. Vandaag gaan we beginnen met de aardbeientaart. Oké. En? Oh, dat is heel lekker. Ook wel ook een hapje. Ja. Probeer je de 10.000 calorieën te halen. Nu ga ik door met kersttaart. Ja? De laatste hap van de taart. Was dit? En de banaan neem ik mee. Ik heb even mijn research gedaan en ik kom op de volgende cijfers. Croissantjes had ik er 2 van. Bij elkaar 228 calorieën. De cheesecake met die aardbeien erop, weet je wel. 350 calorieën. De kersentaart, niet lekker. En ook maar 260 calorieën. Je merkt pancakes en burgers met chocolade eroverheen. Zij waren wel klein. In die grote zit 350 per stuk. Dus ik ben gegaan voor 150 per stuk. Vinden we dat redelijk? Ja, ik wel. En dan hadden we nog die deegbolletjes met chocolade. Daar zitten 340 calorieën in. En ik heb de banaan nog over, maar die heb ik nog niet op. Dus die mag ik nog niet meerekenen. In totaal zitten we nu op 1818 calorieën. Bijna 2000. En het is pas 10 uur. Gaat helemaal goed komen dit. Ik heb me trouwens voorbereid deze keer. Ik heb dus die banaan mee. Want ik ga straks sporten. Ga ik nu even calorieën verbranden. Ik ga straks nog meer eten. En dan ga ik eindelijk voor het eerst die 10.000 halen. Mensen, het gaat allemaal onder balans in het leven. Dus eerst taart eten en dan sporten met een banaan. Klein banaantje. Calorieën. Ja, ik tel ze mee hoor. Ja. Hier waar ik nu ben kan je het water niet echt uit de kraan drinken. Maar kijk. We gaan ook maar een ding. Gevuld. En klaar om te gaan. Dit mag je niet doen. Ja. Ik heb echt geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Volgens mij verbrand ik wel iets van calorieën. Dit ziet er heel ongemakkelijk uit. Heel wat? Ongemakkelijk. Oh, en ook zo. Ja, veel beter. Mensen, ik ben klaar met sporten. Ging lekker. Slokje erbij. Ik ben klaar voor de volgende maaltijd. Ik heb er helemaal trek. Het is ongelooflijk. Ik heb helemaal trek. Ik heb er helemaal zin in. Dames en heren, ik compleet in de stress. Ik was net zo lekker aan het sporten en heerlijk aan het eten en erp aan het drinken. Dat ik mijn horloge ben vergeten in de sportschool. Hij zit niet een plek op zich waar je zou denken dat mensen veel stelen, maar mensen doen gekke dingen. Goed nieuws. Hij ligt daar. Hij is dus niet genaakt. Zo zie je maar weer. Dan zit je zo in de ban van de challenge dat je alle niet belangrijke dingen op de wereld vergeet. Mensen, ik heb zojuist dit besteld. Ik heb echt geen idee wat het is. Maar er zitten sowieso veel calorieën. Het lijkt heel klein, maar het is heel groot. Zie je nu hoe groot het is? Ja, ik denk dat het is echt als je hem vasthoudt, is het wel zo'n ding. Ken je dat? Nee. En ik heb die chocoladetaart ook besteld. En ik zit nog te twijfelen. En dat ga ik dus wel doen. Maar ook deze donut bestellen. Bam.
stuk chocoladetaart. Hoppa, tweede. Bam. De enorme unit van een croissant met daarin room. Dat is een behoorlijke buiker. En hiermee ga ik beginnen, niet minder dan, een donut met daarin chocola. Ze vroeg aan mij, wil jij een normale donut of wil je een donut met chocolade erin? Nou, hoef je maar even twee keer met de vraag. Wat wil ik? Yummy? Ja, echt lekker. Deze... Holy shit, dat is zo'n unit. De laatste hap van de donut. Doe het echt lekker. Hoe gaan we beginnen aan deze unit? Wat zit er ook in? Ik heb echt geen idee. Ik heb echt wacht op deze, met meer bladerdeeg omheen. Ik hoor je niet. Nee, maar dan kijken we wel. Ik ben langer. Ik ben hier langer. Huh? Lekker? Ja, verdamme. Ja, is vies? Ja, niet vreugde. Laatste stukje van dit. En dan heb ik dus nog deze heerlijke punt chocoladecake. Maar die bewaar ik even aanzien. Ja, ik kan niet meer. Ik heb twee van deze enorme caloriebommen. Mensen, ik heb kebab besteld. Voor het eerst ooit. Daar gaan we. Dit is echt geel. Wow. Ja, gewoon lekker. Ik kan niet meer. Ik heb nog twee kleine stukjes over van de ding. Ik kan niet meer praten, joh. Hoeveel calorieën zou het zijn? Geen idee. Ik ga het even opzoeken. Maar ik moet er even bij komen. Ik ga echt helemaal kapot. Dames en heren, we zijn weer terug in het huisje. We hadden heel gedoe. We zouden morgen terugvliegen, maar we zouden vliegen via Londen. En daar hadden we helemaal niet over nagedacht, want het was geen directe vlucht. Maar Londen kom je dus niet meer in met alleen een ID-kaart, omdat ze niet meer in de Europese Unie zitten. Nou, boeien zou je denken, nou best wel. Dus morgen moeten we auto rijden naar Athene of Zakynthos. Dan moet je eerst met anderhalf uur met de boot en dan nog een paar uur rijden. Dus we hebben net een auto gehuurd. En dan vliegen we terug vanuit Athene naar Nederland. Ja, het is echt een grote gezeik. Nou, in ieder geval, kijk, dit is mijn chocoladetaart die ik nog niet op heb. Die ga ik nu even smikkelen. Daarmee hoop ik weer wat meer in de buurt te komen. Op dit moment hebben we. Nou, in ieder geval best wel wat calorieën, maar echt nog lang niet genoeg. Ik ga het ook roomservice zetten, ik ga dus ook nog boodschappen doen. Ja, ik moet echt tempo gaan maken. Maar dit is een flink chocoladepunt. We gaan even kijken hoe dit nog uitziet. Hij heeft het in de tas gezeten en het is er maar niet per se koud. Laten we kijken. Oké, okay. Ik wil niet zeggen dat hij is gesmolten, maar er is ook weer niet heel veel van over. Nee, ik heb wel eens een lekkere chocoladetaart gezien. Maar goed, laten we maar gaan smikkelen. Hij is vast heerlijk om te eten. Oh, hij is helemaal zacht. Het is echt heel smerig. Calorieën zijn calorieën. Ik hoop hier een chocoladetaart weg te beuken of het niks is. Schitterend. Jam. Ja, de laatste hap. Hij is op. Hartstikke idee. Mensen, het is een uur later. Ik lig in bed. Ik heb echt een gigantische anti-dinner dip. Maar alleen is het geen, niet echt een dinner, maar een chocoladetaart. Ik heb dat ding zo snel weggebeukt. En nu heb ik er zoveel spijt van. Als ik dat al rustig had gedaan, had ik nu weer kunnen eten. Maar nu, ik moet bijkomen. Ik moet even bijkomen. Dus ik ga denk even een uurtje tukken. En daarna kunnen we er tegenaan. Dan ga ik weer door met eten. 10.000. Het wordt een makkie. Mensen, we zijn aangekomen in calorie heaven. Ik moet echt gaan beuken, want ik zit pas tussen de 500 en 4000. Dus ik moet veel chocola, noten. 250. Jij helpt goed mee. 250 in dit... Godverdamme. Ik zei niet dat het lekker was. Ik ga liever dood met dit eten. 175 gram, dit is bijna 1000 calorieën. Deze doos, dat moet toch lukken, zou je zeggen. Ik heb nog een ongelofelijke lifehack. Nootjes. Deze nootjes, 450 calorieën. Dit zak, ideaal. Deze moet ik hebben. Een enorme soort cake. Dat is niet normaal. In deze cake zitten 2500 calorieën. In deze Ciambella yoghurtcake. 2500 mensen. Als ik die opkantel ben ik al bijna. Mensen, ik heb de allerbeste gevonden die ik zeker ga kopen. Ik weet zeker dat jullie dit ook gaan waarderen dat ik jullie dit laat zien. Het zijn Peppa Big chocoballen. 2000 calorieën, die gaan mee. Kleine tussenstand op dit moment. Zoals jullie weten heb ik de Nutella donut helemaal opgegeten. Dat waren 350 calorieën. En dat is echt wel weinig. Ik denk persoonlijk dat er iets meer in zat. En die croissant met daarin room, 500 calorieën. Denk wel redelijk. Dunner, dat was van binnen 581, maar ik kwam niet helemaal op. Dus ik kreeg er ook 500. En chocotaart, 350 calorieën. Dan kom ik in totaal op 3518 calorieën. Ja, maar het echte werk gaat nu pas beginnen. Eén zakje Maltesers, jongens. Eén zakje, 185 calorieën. Nou, er zit er helemaal niet veel. Ik denk dat ik ze in één keer in mijn mond kan doen. Dan gaan we nu achterkomen. Aha. Oh, corona. En dan laatste twee. Jij hebt er weer 185 calorieën bij. Bam, bababam, babadam, babadam. Drie burgers en een bord pasta. Ik heb echt trek zoals jullie zien. Ik denk dat de burgers 250 per stuk zijn. Dat is 750 totaal. Die pasta, dat is echt... Dat weet ik niet. Dat moet ik nog even opzoeken. Maar ik ga even slopen. Ik heb enorme trek. Ik heb alleen die Maltesers net op. De ene zakje, ik heb daarna niks gegeten. Ik ga dit nu eten, kantelen en dan snaaien. Op naar de 10k. Ik film even een stukje. We zijn Walking Dead aan het kijken. Heel leuk. Maar ik film even, want deze burgers zijn misschien echt wel... een van de allerlekste burgers die ik ooit in mijn leven gegeten heb. Holy f***. Lekkere burger. Mensen, na het avondeten sta ik in totaal op 5054 calorieën. Het toetje is onderweg. Maar ik ga natuurlijk deze tijd niet zomaar niks doen. Nee. Hartstikke idee. Ik heb de Chupa Chup lolly. Dat is 46 calorieën. Ik heb de lolly nog niet op. Maar wat ik nu toch voor me heb liggen, jongens, dat is ongelooflijk. Moet je kijken. Oh mijn god. Zo.
She's a beauty. Ik denk dat dit zeker 600 calorieën is. 650 calorieën durf ik zelf te zeggen. Als iemand het niet mee eens is, laat het vooral achter in de comments. Dan doen we er helemaal niks mee. 650 calorieën zeker. Wat een unit. Oh! Mensen, ik heb nog 2 zakjes Maltesers opgegeten en een toetje. Het begint nu al best laat te worden. Het is al 10:30. Dus ik moet even doorbuiken. Dus dan weet je, ik heb nu 3 zakjes Maltesers op. Dat is in totaal iets meer dan 500 calorieën. Dan ga je nu natuurlijk voor... Ja, je ziet het liggen. De chocoballen van Peppa Pig. Kijk nou even lekker die chocoladeballetjes. Dit moet toch wel lekker zijn. Oh, daar zijn ze dan. Ik heb hem opengemaakt. Jezus. Als ik het niet lekker vind, heb ik echt een probleem. Want dan kan ik het niet meer halen. Oh, heerlijk. Peppa Pig, wat heeft u heerlijke chocoladeballen. Mensen, ik ben op dit moment halverwege de Peppa Pig zak. Maar ik kan dit niet meer eten. En ik kan denk ik ook nooit bij Peppa Pig kijken naar dit. Ik ben helemaal misselijk van die Peppa Pig. Echt, ik ga bijna over mijn nek hier. Dus ik laat Peppa Pig even wat het is. Ik reken 1000 calorieën erbij. Dus zit ik op 7115. Ik ga beginnen aan de cake. Ik ga beginnen aan de cake, daarom zoveel mogelijk. En dan hopelijk dit erna nog opmaken. En dan zit ik op de 10.000. Dus het wordt nog even doorbeuken. Dames en heren, het is inmiddels 12:30. Ik heb goed nu zo slecht. Zoals je ziet heb ik een shirt aangetrokken. Dat komt toen ik begon deze challenge had ik best wel gewoon een mooie sixpack. Ik ben nu f***ing dik. Daarom. Nee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws. Deze martelweg is voorbij. Het slechte nieuws. Ik heb dit nog over van de cake. Zien jullie dit? Ik heb, ik zou zeggen 2/5 op. Nou, van 2000 calorieën is dat 800 calorieën heb ik op. Gooi dat bij de 7100. Dat betekent dat ik op iets van 7900 kom. Wat weer 2000 tekort is. Ik denk oprecht dat ik dit nooit ga halen. Ik denk oprecht dat ik dit gewoon niet kan. Ik zit echt helemaal vol. Echt, mijn buik is aan het exploderen. Nou goed. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond hem in ieder geval wel erg leuk. Mijn Arab is ook op. Die heeft me goed geholpen vandaag. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En ik ga nu pitten en hopelijk niet kotsen. De groet.